Ja, namens ook mijn collega's Hans Bloemen en Sandra Elders vind ik het ontzettend leuk om jullie hier te horen te staan. Dat ik vertegenwoordig een hele groep met mensen en straks de toekomstige bewoner of ook medewerker. Ik kan jullie vertellen, dit project dateert echt van een jaar of 10 geleden. Waarin wij de dagelijkse werkzaamheden echt grote moeite hadden om onze mensen met ernstige verstandelijke handicap en gedragsproblemen van goede zorg te voorzien. En dit, ja, echt waar, dit project moet daar een heel groot antwoord op geven. En ik kan jullie wel vertellen dat er landelijk heel veel aandacht voor is en zeker zal zijn. En hartstikke mooi dat jullie daar een bijdrage aan willen leveren en door de bouw zo mooi neer te zetten. En alvast ontzettend veel dank. Namens ouders en verwanten, gebruikers, die allemaal meegedacht hebben, misschien soms heel lastig voor de uitvoerders of de planners, dat wij heel actief zijn ook in het meedenken wat er in die woningen allemaal moet zijn om de goede zorg te kunnen verlenen. Maar voor ons in ieder geval heel belangrijk en heel fijn dat dat in deze samenwerking mocht gebeuren. Dus ik wou het heel kort houden, in ieder geval ontzettend bedankt en nog een fijne bouw. En wij zien er naar uit straks om na 1 juni de eerste cliënten te laten verhuizen en hier te laten wonen en de medewerkers te laten werken samen met verwante ouders. In ieder geval bedankt. En jullie er nog van vanmiddag. Kun je misschien iets vertellen over de cliënten die je echt komt te wonen? Zeg maar, wat voor kenmerken? Ja, voor mij zijn er allemaal begrippen. Ernstig verstandelijke handicappen. Dat wil zeggen dat je dus moeite hebt om goed voor jezelf te zorgen, dat er heel veel afhankelijkheid is naar begeleiders, naar familie en dat je eigenlijk maar moeite hebt om je bestaanbaar te maken. Nou, en, dat doen ze dan op een vorm waar wij maatschappelijk wel eens wat vragen bij hebben, maar wij als professionals daar wel een antwoord op weten te bedenken. Dus dat die gedragsproblemen, soms is het schreeuwen of een keer gehoord worden, maar wij zien dat als een vermogen om iets te vertellen naar de omgeving. Help me. En dat kan soms met begeleiding zijn, maar dat is zeker ook randvoorwaardig met een goed huis en een goede omgeving. Inspectie die kijkt bijvoorbeeld naar deze doelgroep heel erg mee. Jaren geleden hebben we weer een keer een toetsing gehad. En dat was ook voor ons een hele mooie proef van hoe wij ons werk inrichten met deze doelgroep. Daar kregen we landelijk, zeg maar, haalden wij daar de top en stonden we op de eerste plaats met deze doelgroep. En dat wilde zeggen dat wij het spel gewoon goed spelen. Dat hier soms dingen gebeuren die spannend zijn, dat weten we ook. Maar we weten wel wat nodig is om de goede stappen te zetten. Punt, eerste steenlegging, verzin het maar niet. Maar hier hebben wij gekozen voor iets anders. In die zin dat we voor deze bijzondere doelgroep ook een bijzondere huisvesting nodig hebben. Maar de mensen die hier gewerkt hebben, die hebben hier en daar wel kunnen zien dat wij hier iets meer doen dat men misschien gewend is om regulier te realiseren. En we zitten natuurlijk ook in een prachtige omgeving, dat heeft ook een schuile reden dat deze cliënten echt behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving. En we zijn op zoek gegaan naar een tekst die eigenlijk dit plan omvat. En daar hebben we ook weer verwanten het team bij betrokken om daarover na te denken van goh, wat moet het dan zijn. En nou, die tekst die staat hier op deze kei en die wil ik eigenlijk nu wel graag laten zien, want dat is eigenlijk waarvoor dit plan dadelijk gaat staan. Dus, dat ik nog even het een en ander kan doen. Iedereen die het kan lezen staat buiten gewoon. Staat hier. Nou goed, het buiten dat spreekt eigenlijk voor zich. Gewoon, omdat we toch eigenlijk ook wel willen benadrukken dat we hier misschien wel te maken hebben met een bijzondere doelgroep, maar ook wel, wij zeggen altijd normale waar het kan, maar ook vooral niet een stempel willen drukken op deze doelgroep. En natuurlijk spreekt eigenlijk ook voor zich omdat we hier in een natuurlijke omgeving zitten. Nou, hij is zo opgezet dat je mij kan lezen als je hem zelf wil, hè, buitengewoon, gewoon natuurlijk. Je kunt hem eigenlijk op allerlei manieren lezen. En dat maakt het misschien ook gewoon leuk om daar mensen in te triggeren van wat doen we hier nou eigenlijk. Deze kei wordt uiteindelijk naar de ingang van het plein van het terrein geplaatst. En dat wordt eigenlijk onze entreesteen voor dit plan. En zal enkele zusjes en broertjes krijgen op het terrein waar je eigenlijk een erkenning krijgt. Waar onze cliënten daar met onze medewerkers ook de groep van kunnen voeren. Maar dat er wel een soort van
braad wordt in het pan. En vooral als dichterbij staan wij ook voor keigoede zorg. Nou, dat spreekt nog meer dan een kei die je daarvoor plaatst in het pan. Dus dat was eigenlijk voor ons het moment om eventjes met jullie hierbij stil te staan. Zoals ik verder aangaf, ik denk dat het nou goed is om te gaan lunchen. Jullie willen ook al inmiddels honger hebben. Dus ik wil iedereen vragen om met ons mee te lopen naar het theehuis, 200 meter die kant op. En daar kunnen jullie bestellen wat jullie willen en wij zorgen voor de drankjes. Dus,